Dag lieve mensen, ik hoop dat jullie klaar zijn voor deze extreem deep cleaning video van de keuken. Ik ga de vaatwasser schoonmaken, de frigo poetsen en organiseren, de besteklade poetsen en organiseren, de oven poetsen, de buitenkant van de keukenkastjes poetsen. Dus hier heb ik juist glanspoelmiddel aangevuld in de vaatwasser en nu haal ik ook de lade eruit zodat ik het zout terug kan aanvullen. Want zoals jullie weten gebruik ik momenteel geen all-in-one tabletten, maar gebruik ik het klassieke systeem. Dus dan heb je een tablet, maar dan is het ook belangrijk om glanspoelmiddel en zout in je machine te hebben. Ik heb ook heel wat nieuwe muziek gevonden voor mijn video's, dus daar gaan we nu naar luisteren. Want the mood to be right, keeping it low in the night, yeah. So long since I get a glimpse of a light, it's blurring out my eyes. I wish you'd open up a window. I can't see clear. I know how to window, to window. Cause it's just my habits, just my habits. I can't describe it. Voor mijn doen is dit echt een super lange video. En ik heb deze video dan ook in stukken en brokken gefilmd. Want ik heb dit niet allemaal op één dag gedaan. Omdat dit zijn zo van die dingen die ik ook maar kan doen wanneer ik er tijd voor heb. Maar in feite zou je eigenlijk gewoon alles moeten laten liggen. En zeggen van, nu ga ik de keuken een deep clean geven. Omdat er is eigenlijk nooit echt tijd voor van die extra zaken. En ik denk dat je daar alleen maar toe komt wanneer dat je andere dingen laat liggen. En dat heb ik uiteindelijk ook gewoon moeten doen om dit af te krijgen. En ik heb het gevoel dat het nog niet af is, want ik heb nog niet elke kast volledig leeggemaakt en langs de binnenkant gepoetst. Dus dat is eigenlijk iets wat ik ook nog altijd wil doen. Ben ik de filters van de vaatwasser aan het afwassen en nadien doe ik nog een speciaal product in de vaatwasser in het bakje waar dat je normaal de tablet in doet. Dat is een product wat echt dient voor je vaatwasser te reinigen en mijn vaatwasser heeft eigenlijk ook zo'n speciaal reinigingsprogramma. Dus dan moet ik twee knoppen tegelijk induwen en dan weet hij van oké, reinigingsprogramma wordt geactiveerd. Dus ja, dat moet je maar weten. Misschien dat uw vaatwasser dat ook heeft. Ik weet dat gewoon omdat ik mijn gebruiksaanwijzing ook echt gelezen heb van het toestel. Want ik ben iemand die echt van alles de gebruiksaanwijzing leest. Dus als ik er één krijg, dan zal ik hem lezen. Ben jij ook zo iemand of gooi je dat gewoon onmiddellijk weg bij het papierafval? There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you.
Hier kan je duidelijk zien dat het dringend tijd is om de frigo te poetsen. Ja, het is ook echt gewoon al weken geleden, om eerlijk te zijn. En ja, er zitten dingen in die vervallen zijn. Er zijn dingen gemorst in de frigo, dat is ondertussen ook aangekoekt. Dus ja, heel dringend nodig. Dus ik ga beginnen met alles uit de frigo te halen. Zijn er van die projectjes bij jou in huis waar je ook gewoon van weet van oké, dit moet dringend gebeuren, maar anderzijds ben je het ook aan het uitstellen en aan het wachten op het perfecte moment om eraan te beginnen? Als dat zo is, dan is hier uw signaal om dat gewoon deze week toch proberen in orde te maken of er op zijn minst aan te beginnen. Want zoals ik zeg, ik heb de keuken ook niet allemaal op één dag gedaan. Dus you go girl or boy. We just keep it down, down inside. Yeah, you and I. De frigo-deur is al helemaal klaar en dan gaan we nu over naar de leggers van de frigo. Dus opnieuw alles leegmaken, poetsen en terugzetten, organiseren. Tell me all about how you feel, just let yourself go. Sorry voor de hobbelige beelden. Het was niet zo gemakkelijk om te filmen terwijl ik de leggers aan het afvegen was. Maar ik hoop dat jullie er toch een goed beeld van krijgen over hoe vuil dat ze waren en hoe schoon dat ze nu zijn. Blue. Yeah, what if we could
grow just like the flowers through the concrete. Just you and me. Just let go. Heb je daar juist gezien hoe handig die glasschraper was? Daar was echt iets wat heel hard aangekoekt was. En ik was daar al even op aan het wrijven. En het ging er niet van af. En ik dacht van, ja, ik heb zo'n glasschraper nog nooit gebruikt. Maar ik had dat ooit eens gekocht in de Action. En ik dacht, ik ga dat nu eens proberen. En amai, dat kwam er gewoon onmiddellijk los. Top. Dus als je ook zoiets hebt wat helemaal aangekoekt is, weet dat dan, dat eigenlijk toch echt wel goed werkt, zo'n glasschrapertje. I got an ache inside of me. It's a deep hole where I bleed. Oh, can I seal it? You're like an ocean without land. Not a single grain of sand. Het is nu echt zoveel beter. Dus dit kartonnetje hou ik bij omdat we hier de hardgekookte eieren in bewaren. Dan hier alles van sauzen. Hier is drink. Dit is dan de schuif voor alle groenten. Die onderste schuif zit vol met glazen flesjes bier. Dus daar blijf ik vanaf, want die heb ik al proper gemaakt. En daar komen we amper in, dus die wordt ook niet echt vuil. Hier alles van vlees. Hier nog een lege plank. En daar hou ik echt van, als er nog een lege plank is. Dat geeft me gewoon rust, dat er ruimte is om uit te wijken. Ja, dan hier heel veel eieren op dit moment. Dit is trouwens super lekker in de koffie. Hier zit alles van kaas in en ook hier nog heel veel ruimte en hier van frisdrank. Ja, ik zet niet alle frisdrank die ik heb koud, maar ik probeer van alles twee blikjes koud te zetten, zodat er voldoende is wanneer iemand zin heeft in frisdrank. Dat was het. En dit is alles wat weggaat. Het geeft nu een heel goed gevoel als ik straks de frigo kan opentrekken en die is weer proper. Echt blij mee. Ondanks dat we nooit eten boven onze bestekla, liggen er toch altijd wel kruimels in. Dus hier heb ik gewoon de bestekla leeggemaakt, gestofzuigd en nu ben ik die met een natte doek aan het uitvegen. En daarna gaat alles er weer in. Maar sommige dingen ga ik gewoon weggooien of doneren. En ja, alles moet gewoon nog eens te goed een vaste plaats krijgen in die schuif. Dus dat ga ik ook doen. En Jette wil ook nog even iets zeggen tegen jullie. But you keep going off on me. Keep texting like it's all on me. Yeah, you're all in my head like you're my forever, not for right now. My day one, you hold me down. Hard cold like
fight for your love, can't slow me down, don't go far. I take me and you over living large. Know I'll be there wherever you are. Cause you shine bright like, you shine bright like a shooting star. Om de oven te reinigen gebruik ik het schuurmiddel van Sif en een natte spons. Ik weet dat de pink stuff momenteel heel populair is om zulke klusjes te klaren. Maar anderzijds is dat ook gewoon niks nieuws. Dat is hetzelfde als een wondersteen. Maar ik heb dat niet in huis en eigenlijk doet dat hetzelfde als schuurmiddel. Dus ja, Sif doet eigenlijk gewoon net hetzelfde. Ik heb het product juist afgenomen met een droge doek en nu ga ik er nog eens over met een vochtige doek. Om zoveel mogelijk van het product weg te krijgen uit de oven. Het is een natuurlijk schoonmaakmiddel, maar ja, liefst natuurlijk zo goed mogelijk verwijderen uit je oven vooraleer dat je weer iets gaat bakken. Hierna ga ik trouwens ook nog eens nadrogen met een droge doek. We hebben zo'n gleuf onder onze oven waar dat je eigenlijk heel moeilijk aan kan, maar je ziet dat zich daar toch wel wat vuil heeft opgestapeld. Dus ik ga eerst proberen met een schotelvot die ik rond een mes heb gewikkeld om in die gleuf te geraken. Maar zo krijg ik wel een klein beetje weg, maar niet genoeg. Dus daarna ga ik ook nog met wattenstaafjes in die gleuf gaan om het echt zo goed mogelijk proper te maken. Take me to paradise. That-
ben dol op onze keuken en die matzwarte keukenkastjes zijn ook volledig ons ding, maar wel een pijn in de ass om te kuisen, want je ziet daar echt alles op, ook vingerafdrukken. Dus ik gebruik de Pledge allesreinigerspray om ze te reinigen, want dat geeft een heel mooi streeploos resultaat. Dus ik spray, dan ga ik erover met een vochtige doek en daarna nog met een droge doek. Wie heeft er nog maatzwarte keukenkastjes en hoe ga jij ermee om? Laat het weten. Van jullie willen weten wat jullie beste en slechtste moment geweest is afgelopen week. Dat lijkt me wel eens leuk om te horen hoe dat bij jullie zit en ook dat jullie in de reacties kunnen lezen hoe de week bij andere mensen gegaan is. En dat idee heb ik eigenlijk door een ander YouTube kanaal, namelijk Jamie's Journey. Voor mij was het negatieve punt van de week dat we, dus we gaan een terras aanleggen en we gaan keramische tegels leggen op ons terras. En we hadden een keuze gemaakt en nu ook de bestelling geplaatst, maar blijkbaar is het nog 5 weken wachten totdat die tegels geleverd zullen worden. Dus ja, ik ben best ongeduldig, dus dat vind ik erg lang om nog 5 weken te wachten. En het hoogtepunt van mijn week is niks in het bijzonder, maar eigenlijk gewoon het feit dat ik verlof heb. Dus ik heb nu 11 dagen verlof en ja, dat is gewoon top. Dus hoe zit het bij jou? Wat was jouw hoogtepunt en laagtepunt van de week? Graag wil ik jullie ervan verwittigen dat ik juist een Instagram-pagina heb aangemaakt. Dus ik noem op Instagram ook gewoon Cheerful Cleaning Hanne. En ja, gelieve mij daar ook even te volgen. De bedoeling is om op Instagram vooral wat meer persoonlijke content te delen. Dus niet zozeer het cleaning aspect. Maar dat komt nog wel eens dat ik daar ook wat volgers heb. In het begin zal er misschien nog niet zo heel veel gepost worden, natuurlijk. Ooh, I know. Are you thinking about